Ja, dag jongens en meisjes. Nou, daar zijn we weer. Leuk, leuk om uh, deel 3 uh, met elkaar eens eventjes tegenaan te gaan weer. Hebben jullie nog zin in deel 3? Ik wacht even op een goede reactie. Aha. Top! Nou, ik ook, dus dat komt heel goed uit. De vorige keer hebben we het gehad over die hersenstam, weet je, dat steeltje wat er zat. Ik pak mijn brein er maar meteen even bij. Kijk, dat was dit gedeelte hier. En daarin eh, heb ik verteld, hè, daar zit je hartregulatie, de ademhaling en bloeddruk. En als je alles wat je hoort en ziet, hè, dat komt hier binnen. En als het allemaal zeg maar, verhalen zijn die een beetje verontrustend zijn, dan kun je zelf ook merken dat je wat onrustig wordt, omdat je hart gaat een beetje omhoog en je ademhaling gaat een beetje omhoog. En, en dat geeft een vervelend gevoel, kan dat geven, een beetje ongemakkelijk, een beetje onrust kan dat geven. En ik heb ook laten zien dat als je nou naar muziek luistert, dat die muziek eigenlijk ook hier binnenkomt natuurlijk. Het zijn klanken. En dat die muziek dan eigenlijk, als het een mooie rustige leuke muziek is, dat je dan je hart ook een beetje rustiger wordt en de ademhaling rustiger wordt, weet je wel. En dan denk je, oh ja, nou, met die muziek ben ik weer een beetje op mijn gemak, voel ik me weer een beetje beter. En dat is natuurlijk voor ons allemaal, is dat superbelangrijk. En ik heb je laten zien dat die muziek uiteindelijk gaat u natuurlijk naar de schors. Hè, naar dit hele prachtige gedeelte hier. Daar gaat uiteindelijk, je oor zit hier in de zijkant. Dus uiteindelijk komt het hier aan in je schors. En dan, je hele brein doet daarmee. En het leuke is dat je eigenlijk ook door muziek best wel alert kan worden. Nou, dat wou ik vandaag nog eens doornemen. Want die hersenstam, dit gedeelte hier, daar zitten ook gebieden die zorgen dat je. Juist bij de les bent dat je alert bent, dat je super geconcentreerd bent. Heel veel kinderen vragen: Hoe kan het nou dat ik nou aandacht heb voor iets, of dat ik soms denk: Oh, ik heb er helemaal geen zin meer in, ik heb, val een beetje in slaap, ik heb weinig aandacht. Nou, dat, die vraag ga ik zeker nu beantwoorden. Kijk mee, het, gaat, het begint weer bij die hersenstam, waar we vorige keer zijn geweest. Dus dat pakken we meteen even op. Dan gaan we even terug naar de PowerPoint. Dan gaan we, dan gaan we even terug hierheen. Kijk. En um, dan zie je hier weer dat steeltje, zie je? Hier is weer dat steeltje, zie je wel? Daar hadden we het over, hè? En hier staat ook je hart en je ademhaling en je bloeddruk, staat allemaal hier. Maar, het leuke is, dat hier, en dan, dan weet je dus dat die binnenkomt, zoals die muziek, die kwam hier binnen. En die gaat dan hier vandaan zo naar de, misschien, wie weet het nog, hoe dit gebied heette, en wie weet het nog? Ja, goed! Ik hoor iemand roepen, de thalamus. Heel goed, heel goed! Top, top! En dan hier vandaan gaan al die prikkels gaan dus door naar boven, naar je schors. Weet je wel, ik zal hem even laten zien. En dan staat je schors aan, je hersenschors staat aan. En dan ben je dus ook echt alert. Je bent gewoon actief in je brein, je kan goed nadenken. Je bent helder en je bent niet een beetje slaperig, maar je bent juist heel erg helder. Je ziet dus dat die, dat die helderheid komt dus vanuit je hersenstam vandaan. Ik zal je laten zien, iets beter misschien. Waar die gebieden nou zitten. Dus ik kom nog eerst even bij jullie terug. Wacht even. Ja, yes, kijk dus. Ja, kijk zo. Hè, dus hier ligt in feite, zoals we dat ook zouden kunnen zeggen, de motor van je brein. Het feit dat je brein aanstaat. Ik ben erbij, ik ben alert, ik ben goed attent en zo. Ik heb aandacht. Hè, dat komt eigenlijk hier vandaan. Hier vandaan. En dat gaat helemaal zo door naar boven. Dus Als het hier goed gaat, gaat het hier ook goed. Snap je? Ben je erbij? Kun je goed leren, goed onthouden. En daarom is het zo, als je nou thuis huiswerk maakt voor school. dat je, je hebt een uurtje gezeten, dan is het best wel slim. als je even denkt, ik ga even nu zorgen dat ik weer een beetje op heb. muziek luisteren. of ik ga even lekker buiten spelen. Weet je wel, uh, ik ga even de trap lopen heen en weer. dan gaat het hier weer wat beter in die hersenstam. Zo, ja. En dan wil je, ben je weer bij de les. Hé, hey, ik ben weer fit. Ja hoor, ik kan weer nieuwe lessen leren. Weet je, leuk hè? Dus niet uren achter elkaar zitten. Hij is toch in het algemeen niet goed. Even te onderbreken. Dit weer lekker oppeppen. Hè? Dat is echt mooi. Nou, ik zal je laten zien met een uh, andere afbeelding. Gaan we, het is een beetje een plat praat, plaatje. Een plat plaatje, maar echt wel heel leuk. Ga mee. En dan zie je hier, zie je de volgende afbeelding. Kijk. En dus hier heb je die afbeelding. En hier, zie je, hier zit je neus. Dit is frontaal, voorzijde. En hier zie je weer de hersenstam. En dit is de pons. Die bolling heet de pons. P-O-N-S. En hier zie je een gebied liggen, en dat dit gebied wat hier ligt, is de bron van adrenaline, van noradrenaline, adrenaline. En we weten allemaal wel, hè, als je nou bent opgewonden bent en je voelt je een beetje opgewonden, dan roepen we wel eens: oh man, de adrenaline die stroomt door me heen. Ik zal nog even kijken, dus ik kom even terug hierheen. En eh, dan zie je dus dat je die adrenaline die kan echt door je heen stromen. Hè. Kijk, dus ik heb het nu weer over dit gebied hier. En als je nou een klein beetje, ja, moet een beetje zo draaien, dan zie je deze bolling hier. Hè. Dit is een bolletje. Dit heet de pons. En daar ligt dat gebied, de bron van adrenaline, noradrenaline. En die zorgt ervoor, dat je, yo man, ik ben echt opgevonden. Ik, ik ben alert, ik ben er goed bij. Hè. Adrenaline. Weet je al zo, hè? Dat, dat idee, dat moet je er dus eigenlijk even bij hebben. En dat zie je dan op deze plaats, zie je dat heel mooi terug. Even terug hierheen dan zie je dat dus op deze plaat heel goed terug. Hier ligt die bron. Daar wordt dat stofje adrenaline aangemaakt, noradrenaline. En kijk eens, op, dan gaat hij helemaal zo door. Kijk, zie, helemaal zo door. Naar boven zo. Kijk, helemaal hier vandaan zie je. Dus vanuit die bron hier, adrenaline, helemaal door naar de voorkant. Hier zat je neus. Helemaal zo over je hele hersenen heen. Dus nu staat je hersenen staan aan. Je bent alert, je bent bij de les, je hebt er zin in. Je Super Nou. supergoed. Echt leuk. Dus dat betekent dat als je nou hier het goed doet, hè, dat kan je dus doen met muziek, met bewegen, met uh, gewoon zorgen dat je even weer een beetje bent opgewonden, dan zie je dat je hersenen echt lekker aanstaan. Nou, dat is precies wat je wil. Kijk, en als je dan helemaal aanstaat, hè, dan, uh, en je bent actief, hè, dan zie je, kijk, nou laat ik me even draaien, en dan zie je eens hoe die hersenen geweldig, kijk, nou staan ze in vuur en vlam. Je bent alert. Je bent goed bij de les. De, als, de, als er thuis wat geleerd moet worden, denk je: ja, ik kan het goed onthouden. Ik ben erbij. Hè? Allemaal vanuit die hersenstam. Leuk, hè? Prachtig mooi. De vraag is natuurlijk: hoe kan het nou? Dat is een van de vragen van de kinderen. Dat als je dan aanstaat hier, hè, dat je dan meer aandacht hebt. Hoe ontstaat die aandacht? Een hele goede vraag. Kom ik toch even bij jullie terug. Hè? Echt een hele leuke vraag. En eh, ik ga beantwoorden. Kijk. Aandacht betekenen, dus dit staat aan, dit gedeelte, superactief. Maar wat is nou de functie van die schors? Is filteren. En met filteren bedoel ik dat die schors in staat is om te zeggen, dit vind ik wel belangrijk en dat vind ik niet belangrijk. Hij filtert uit. Aha. Dus als hij kan zeggen, dit is wel belangrijk en dat is niet belangrijk, dan kan je dus precies je aandacht richten op wat wel belangrijk is. Aandacht richten op wat belangrijk is. De rest laat je weg. Als je niet goed oplet, je dwaalt er weg met je gedachten, dan lijkt wel eens op alles belangrijk is. Dan weet je niet precies waar je op moet letten. Maar als die schors, die hersenen aanstaan, vanuit de hersenstam hè, vanuit de hersenstam, ja, hij staat aan, dan gaat die hersenen die schors gaat filteren en die zegt: nee, dat moet je niet opletten, maar daar moet je wel op letten. Ah, denk je, yo, ik was echt lekker bij de les, ik kon echt focussen, ik heb het goed onthouden, hè? filteren, leuk hè? Ja, en door dat filteren kun je ook beter onthouden. Nou, dat is gewoon helemaal de functie van die schors. Hè? Dat is juist het mooie. En bijvoorbeeld bij kinderen met ADHD, is ook een vraagje van jullie. Is dat soms wat moeilijker om te filteren? Ze kunnen het wel hoor, maar het is soms wat kwetsbaar. Ik vind het kwetsbaar altijd het beste woord. Waardoor het filteren moeilijker is. Alles wordt belangrijk. Maar als alles belangrijk is, kun je niet zo goed onthouden. Want je kunt niet alles onthouden. Je moet weer filteren om iets goed te kunnen onthouden. Leuk, hè? Vraag je meteen mee beantwoord. En nou ga ik nog een, een laatste stap maken. Is dit helder, hè? Dus, denk nog even aan... wat kan nou zorgen dat ik hier goed alert ben... goed actief ben, hè? Let op, hè? Kom ik nog een keer terug op het... eigenlijk een beetje het verhaal van... de verleden keer ook. Let op. Even terug naar mijn PowerPoint. Ja? En kijk hiermee. Kijk. Hier zie je dus... een kindje... wat studeert... Hè? Met muziek aan. Aha. Nou vragen heel vaak ouders: is dat nou een goed idee, Erik? Om met muziek aan te leren. En dan zeg ik altijd: vraag ik aan die ouders terug en haalt uw kind goede cijfers? Ja, zeggen die ouders. Mijn kind haalt goede cijfers. Zeggen nou: dan is het natuurlijk prima. Niks mis mee. Maar jullie begrijpen nu waarom dit best goed kan zijn. Niet voor elk kind, hè. Maar waarom het soms heel goed kan zijn. Waardoor die muziek. Door die muziek wordt juist vanuit de hersenstam, weet je, hier, hè, wordt die hersenen worden geactiveerd. Die hersenen staan aan. Het kind kan goed filteren, heel goed, doordat die, die aanstaat. En het kind kan uitstekend studeren, zo. Het moet wel muziek zijn op de achtergrond een beetje. Dus niet waar je op let, want dan raak je je aandacht een beetje verdeeld. Dat is niet zo goed. Maar wel als de muziek een beetje op de achtergrond staat, dan kan het helpen... Om je aandacht juist om goed te concentreren en je aandacht te richten op wat je wil leren. Zien jullie het nog helder? Even antwoord geven, altijd leuk. Ja, dus mijn vraag is eigenlijk, vinden jullie het nog duidelijk? He, dus het is lastig hoor, want je moet dus vanuit die hersenstam, moet je dus met muziek bijvoorbeeld de schors aanzetten. Hij staat aan, hij gaat goed filteren. Dat betekent dat is niet belangrijk en dat wel. En dat zou je onder andere kunnen doen door muziek. Kan je hem aanzetten. Maar dan moet je muziek wel een beetje op de achtergrond houden. Niet echt muziek waar je op let. Want je kunt niet op alles tegelijk letten. Je moet dus het een beetje op de achtergrond houden. Even een vraagje. Vinden u dit nog helder? Oké, okay, top, top. Dan nou begrijp je wel dat als je nou wat ouder wordt. Hè, op mijn leeftijd. Of nog wat ouder. Dat dit soort gebieden hier in de hersenstam. Die kunnen wel een beetje minder goed werken. Aha, en wat zie je soms bij opa en oma? Ja, niet bij jullie opa en oma, hè? maar je begrijpt hè, bij opa's en oma's, dat ze overdag eens een beetje zitten te dutten. Hè? Ik ga het wel even laten zien. En dat je denkt, ja, dat is nou precies, precies niet wat je wilt natuurlijk hè. Dat gedut, hè? dus als je bijvoorbeeld dit bekijkt, dan denk je, ja, ah, dit is eigenlijk wat je niet wil, hè. Dit zo, dit, dit slapen. Hè. Maar dit is, voor oudere mensen is dat niet onlogisch. Dat is best heel logisch, omdat die hersenstam hier, hier, hè, die doet het niet zo goed meer. Dus de motor van je hele brein doet het niet zo goed. En dan doe je veel dutjes overdag. Nou, mijn vraag is natuurlijk aan jullie: denken jullie dat dat een goed idee is om die dutjes overdag te doen? En ja of nee? Denk je dat dat goed is voor oudere mensen? Ja of nee? Nee, het antwoord is nou, één dutje is prima, maar niet te veel dutjes. Want dan zakt dat brein een beetje in en in en in. En dat is niet goed voor dat brein dat het inzakt. Dus opa en oma, ah, kom op, niet te veel dutjes. Actief worden, zodat het hier vandaan weer lekker actief wordt. En dat brein weer aanstaat en dan weer dingen doet. Veel dingen doen die ook een beetje nieuw zijn. Dus prima voor opa en oma. Oké, okay. nou heb ik een klein slot gemaakt. Het is een spannend slot, want we hebben hier gekeken... Nou, dat gebiedje wat die adrenaline aanmaakt, hè? dat zat hier, weet je wel. De bron van de adrenaline, de adrenaline zit hier. Ik kom op het eerste plaatje even terug. Let op, het wordt heel, heel spannend. En, eh, maar goed, jullie zijn al in de derde, hè, dus het moet lukken om dat te doen met elkaar. Dus kijk, hier zie je dat plaatje wat ik al eerder heb laten zien. Nou heb ik, wil ik het dit laten zien op een echt mensenbrein. Echt mensenbrein. En heb ik dit doorgesneden. Zo, ik heb dit stukje zo doorgesneden en dan kijk je er zo meteen van bovenaf op en dan moet je eens kijken hoe klein dat gebiedje is wat al die adrenaline aanmaakt. Dat is niet te geloven gewoon. Dus ik snijd zo door, ik kijk er van bovenaf in en dan krijg je dit te zien. Kijk, dus je kijk naar nou bovenop dat stukje van de pons. Ik ga nog even terug. Kijk, dit is de pons, weet je, dat bolletje. Ik snijd het zo door. Ik kijk er bovenop. En dan krijg je dit te zien. Kijk. En dan zie je hier die twee zwarte puntjes, kinderen. Die twee zwarte puntjes. Is de bron van noradrenaline. Hier, die twee puntjes zorgen ervoor. Dat je brein actief is, dat je aanstaat. Dat je gewoon goed kunt nadenken. Ja, ik vind het echt meesterlijk om te zien. Dat dat zo klein is. Dat dat zo klein is. En dat er zo'n groot belang is aan die twee kleine puntjes. Ja, je moet even. Dat vind je ook niet ongelooflijk, hè? Ik vind je niet super spannend om te zien? Dat het daar op dat niveau zo klein, die puntjes. En die zorgen dat je hele brein aanstaat. Dat je alert bent. Dat je aandacht hebt. Dat je goed kunt studeren en leren en noem maar op. Wonder, hè? Dat brein is een Wonder. En daar hebben we het steeds meer van over. Leuk, hè? Ja, fantastisch. Nou, de volgende keer gaan we hier door. En, en ik vind het superleuk, want we gaan heel veel vragen weer beantwoorden die inmiddels hier zijn binnengekomen ook. En, uh, nou, heel leuk. Maar je ziet dus, en ik hoop dat jullie dat gevoel ook krijgen, hoe groot het wonder van de hersenen eigenlijk is. Hey, jongens, zet hem op, hè. En uh, uurtje studeren, even spelen, even hollen, en dan weer studeren. Dat zou top zijn. Dag, tot de volgende keer, hè. Bye bye.